In een besloten gedeelte van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Avri, waarin tien wethouders van de aangesloten gemeenten zitten die samen Avri vormen, zijn de partijen overeengekomen om de nieuwe manier van afvalscheiden toch per 1 januari 2019 in te voeren. Nou, we hebben uitgebreid gesproken over de procedure die lopen en we hebben ook gesproken of de planning nog realistisch is. En we, nou, we hebben vastgesteld dat het realistisch is, dus we gaan die 1 januari halen. Maar nou goed, u heeft er wel lang over gesproken. Wat zijn dan de uitdagingen om dat ook te halen? Nou, je moet goed, goed kijken naar de procedures die uh, spelen. Hè. Uh, uh, er zijn nu inloopavonden waar mensen uh, uh, hun zienswijze kunnen indienen tegen locaties. Nou, daar moet goed naar worden gekeken. Dan moeten we kijken of dat aanleiding geeft tot een andere locatie van een uh, container. Vervolgens hebben mensen de mogelijkheid om een bezwaar te gaan of in beroep te gaan. Nou, dat, dat kost tijd. Dus we moeten even, hebben, even moeten kijken of dat nog steeds reëel is. En uh, met elkaar vastgesteld dat dat kan. En dat de zorgvuldigheid ook uh, gewaarborgd is voor onze inwoners. Nou, dat is het belangrijkste. Dus uh, uh, de planning kan gehaald worden en de zorgvuldigheid is gewaarborgd. Ja, maar het is een hele grote operatie. Als mensen toch uh, een bak liever op een andere plek zien, uh, dan, dan komen er toch weer allerlei procedures. Wat gaat er dan gebeuren? Of wat kan er in het ergste geval gebeuren? Nou, we hebben inloopavonden, daar kunnen mensen al aangeven als ze bezwaren ergens tegen hebben. Nou, daar proberen we zo goed mogelijk rekening mee te houden. Er zijn wel 19 criteria vastgesteld door de AVRI. Dat heeft te maken met verkeersveiligheid, met bereikbaarheid, met kabels en leidingen. Nou, daar moeten we goed naar kijken. Maar het kan natuurlijk aanleiding zijn dat mensen zeggen van ja, we hebben toch liever de container ergens anders. Nou, daar kijken we heel goed naar. Dan wordt een definitief besluit genomen door het dagelijks bestuur van de AVRI. En dan kunnen mensen nog bezwaren en beroep aantekenen. En als er nou een locatie is waar heel veel discussie over is, dan, dan gaan we daar nog niet graven. Dan gaan we daar een bovengrondse voorziening neerzetten, zodat we hè, tegemoet komen aan de bezwaren. En de andere uh, locaties, daar gaan we alvast graven. Maar als dan alsnog bezwaar wordt aangetekend en het beroep wordt gehonoreerd, ja, dan verplaatsen we dat als AVRI weer. Dus er zijn, van alle kanten zijn, is, de, is de, ja, de zorgvuldigheid gewaarborgd. Ja, en een voorlichtingstraject moet er komen? Zeker. Uh, dus we zijn nu al volop bezig met voorlichting. We hebben de inloopavonden, maar we hebben ook de foldermateriaal, de website. Uh, mensen krijgen van allerlei kanten te horen uh, wat ze moeten doen om op 1 januari klaar te zijn voor het nieuwe afvalstoffenbeleid.